Dat dankzij tante Zoe, dat ik ten eerste goed kan eten maar en ten tweede vooral goed bak. Ik heb er zeer veel aan geleerd. Ik heb dat voor veel mensen een keer gemaakt en niemand kent dat. Dus dat is blijkbaar van die Marie. Die had dat van haar moeder. Dus hoe oud zijn ze al? Ze zijn meer dan 100 jaar. Hè? Van wie dat die koekjes hier leert maken, die was altijd in dienst in het noorden van Frankrijk, bij rijke industriëlen en zo. En zij was bovenmeid en ze kwam goed overeen met de kokin. En daar is ze ook enorm veel leren koken en ze kwam dat onttoon aan mij. Zo is het ook geweest met die koekjes. Hè? Dat altijd moet soulever la pâte, ik zeg het dus in Frans. Dat wil zeggen, met een oude lepel, niet gewoon blijven roeren op het einde, als het wit van ei er bijvoorbeeld bij is. Dat het dus de deeg opheft, en heel lichtjes, omdat er lucht zou ingaan, dat dan een beetje rijst en lichter is, om op te eten. Ik heb overlaatst van iemand een kookboek gekregen voor een keer in te kijken, van 1850. Ook van een kasteel, hier of daar. Ik las zo het een en het ander van recepten en je ziet dat dat allemaal veel eenvoudiger is dan dat ze dat nu doen. Maar ja, het bestond geen kloppers en bestond dit niet. En dan viel mijn frang en ik dacht, tja, die koekjes, dat is ook zo eenvoudig. Dus daaraan zie je dat dat een oud recept is, dus ik zie niet hebben dat ik daar dan zou veranderen, ja. Ja, iedereen kan dat, in mijn ogen. Moet nog een beetje geduld in. Het meeste werk is dat uitstrijken, vind ik. Nog meer dan dat snijden. Dat snijden moet vlug zijn, maar dat uitstrijken is wel een beetje precies zijn. Omdat ze, ja, dat is dat soort deeg die dus hard wordt. Dus en, als ze niet gesneden zijn voordat ze hard zijn, gaan ze breken. Nee, het zal niet lukken. Als dat mislukt, dan moet je naar het begin eten tot dat lukt. Kijk, ik ook denk dat we steen en tanden had die mislukte. We mogen niet opgeven in het leven. Niet. Ja, de crème au beurre van die koekjes is in feite in mijn ogen geen echte crème au beurre, want normaal gezien is dat evenveel boter en suiker en dat klopt, maar daar komt er een eierdooier bij. Dus ja, dat is ook van de tijd van toen zeker, ik weet het niet.